Ik krijg van Rutte een slecht humeur, moet ik er direct bij zeggen. En ik wil ook wel uitleggen waarom. In principe is die Rutte wel een aardige en van oorsprong links-liberale jongen. Daar had ik wel wat mee. Hij heeft ooit samen met Schult zelfs een alleraardigst memootje geschreven. Dat de VVD naar links moest en niet in troebelwater ter rechterzijde moest vissen. En deze brave jongen heeft, klaarblijkelijk op pragmatische gronden, al zijn principes grondig en totaal verraden om dit ongelooflijke klotenkabinetje te leiden. Dat is diep, treurig. Ik vind het buitengewoon wetenschappelijk klinken, professor. We zitten al midden in de oudejaarsconferentie. Wie moet het dan wel worden tot slot? Ik vond Dijkgraaf een heel wat betere keuze. Okay. Dat is iemand die ook internationaal iets voorstelt. Waar Rutte, die bleek internationaal 50 miljard niet te mee te kunnen tellen.